Tweespraak is ook vandaag een podcast die meandert tussen alle rechte wegen en bochten die het leven rijk is. Soms is er wel eens een omleiding of moeten we gewoon terug naar start. Met 10 ongewone vragen beluisteren we twee boeiende levensverhalen van inspirerende tochtgenoten. Pieter-Jan en Steven luisteren mee, lanceren wat bedenkingen en stellen af en toe de bijvragen. Topfotografe Bieke de Poorter trok de wereld rond en mag zich één van de 4 magnumfotografen noemen die ons land rijk is. Opvallend in haar werk is dat ze haar eigen positie als fotograaf en als buitenstaander telkens weer in vraag stelt. Bieke ontmoet vandaag op veilige afstand filosoof Johan Braakman, hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit van Gent, waar hij assistent was van Etienne Vermeers. Hij laat geregeld zijn stem horen in ethische thema's, is overtuigd humanist en vegetariër en draagt Darwin hoog in het vaandel. Met Bieke en Johan kijken we opnieuw in 2 interessante levens en u luistert gewoon zorgeloos mee. Dag Bieke, dag Johan, welkom bij Tweespraak. Bieke, heb jij eigenlijk iets met filosofie of is dat totaal een andere wereld voor jou? Iets met filosofie. Ik denk dat iedereen eigenlijk wel hemzelf vragen stelt. En ik weet niet precies wat de definitie van filosoof is. Dat is waarschijnlijk een moeilijke, maar dat kan misschien Johan beter omschrijven. Dat is op zich een moeilijke kwestie, ja. Ja. Maar ja, ik hou er wel van om na te denken, ook met mijn werk bijvoorbeeld, over wat we kunnen fotograferen, hoe we naar mensen kijken en hoe kijken mensen terug naar ons. Hm. En ik vind het wel interessant om te luisteren hoe andere mensen over die zaken denken ook. Oké. Johan, neem jij wel eens het fototoestel ter hand? Nooit. Maar mijn vriendin is fotografe, dus ja, het houdt mij wel bezig. Ook al heel lang. Ik kijk wel graag naar foto's. We gaan vaak naar fototentoonstellingen. Karel de Keizer, een collega van jou trouwens, is een vriend van mij. Woont in de buurt. Dus ja, ik hou wel van fotografie en het ontleden van foto's. En ja, dit is een kunstvorm op zich natuurlijk. Ja, dat boeit mij wel. Oké, fantastisch. Ik stel voor dat we er meteen invliegen ook. We zijn mooi warm gedraaid met de eerste vraag. Ik pik er gewoon eentje uit, zoals altijd. En ik zal misschien beginnen met een van de nieuwe vragen. Er zitten vandaag voor de trouwe luisteraars 2 nieuwe vragen in. 2 van de 10. En ik begin met de derde. Ik richt mij daarvoor graag eerst eens naar Johan. Je mag morgen, Johan, van beroep wisselen. Je mag morgen dus een ander beroep kiezen. Ja. Wat wordt dat beroep voor jou? Wel, het zal niet veel verschillen van wat ik nu doe, denk ik, en wat ik al 30 jaar doe ongeveer zeker. Ik zou kunnen zeggen, ik zou graag topvoetballer zijn of zo, maar als we realistisch zijn, dus iets wat ik kan of denk te kunnen, dan doe ik verder wat ik doe. Dat hoeft niet per se in een universitaire setting te zijn, want daar ben ik nu al ook al heel lang aan verbonden, maar dus lesgeven, schrijven, onderzoek doen. Dat zijn de dingen die ik beheers, min of meer, die ik een beetje ken. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik zie mij geen grote shift meer maken. Ik denk wel dat ik bepaalde zaken de komende jaren niet meer zal doen. Vervelende dingen, zoals overbodige vergaderingen en administratie en zo. Om mij nog meer te kunnen focussen op de essentie, dat mm-hmm. is dus lezen en schrijven. Mm-hmm. Ja. Hoe verknocht ben jij nu aan jouw werk? Hoe graag doe je je job? Ik doe dat op zich heel graag, maar ja, zoals ik net al aangaf, er hangen helaas ook wel veel vervelende zaken aan vast. En dat neemt alleen maar toe. En iedereen klaagt daarover, maar er is niemand die erin slaagt om daar iets aan te doen. Dus er is een keerzijde aan... als je mij met rust laat, dan... ben ik eigenlijk 7 dagen op 7 bezig en ik beschouw dat niet eens als werken. Hmm. Ik zit dan 12 uur aan een stuk te lezen en te schrijven en lezingen voor te bereiden of lessen voor te bereiden enzovoort. En dat is wat ik graag doe, daar hou ik van. Maar dat wordt altijd maar doorkruist door allerlei zaken. En ik denk, ja, hoe ouder je wordt, hoe meer dat je moet zorgvuldiger omgaan met je tijd. Ja. En dus ik wil wel een aantal zaken elimineren, bij wijze van spreken, en wat minder snel ja zeggen op allerlei zaken, dat ook. Beroepskeuze is meestal ook iets die teruggaat tot de jongensdroom. Is het iets wat je altijd al wilde doen, vroeger, toen je jong was? Wat is jong? Hè? Toen, niet per se toen ik een kind was, maar ik heb wel altijd heel graag gelezen. En zodra ik wist dat er zoiets bestond als filosofie aan de universiteit, wou ik dat wel studeren. Mm-hmm. Omdat ik... Ja,
toen ik zo'n tiener was, wel al boeken las die, waarvan ik niet eens wist dat ze filosofisch waren. Zo. Mm-hmm. Maar dan ontdekte ik dat er zoiets bestaat als filosofie en dan wist ik, ja, dat ga ik doen. Ja. En ik kreeg dan de kans om een doctoraat te maken en dan kreeg ik een job aan de universiteit enzovoort. Dus je rolt daar dan wat in. En je moet ook wat geluk hebben, want eer je zo benoemd wordt, ja, moet je toch meerdere etappes, meerdere hordes nemen. Dus mm-hmm. Dat had ook anders kunnen lopen. Hè. En wat ik dan had gedaan, ja, ik heb geen idee. Hè. Ik weet wel nog, als ik dat even heel kort mag toelichten, het is allemaal al lang geleden. Ik heb toen na mijn studie filosofie nog een andere studie gevolgd aan de Vrije Universiteit Brussel. En dat was echt met het oog op een job, omdat je met filosofie vindt je normaliter geen job. Voor mij, als je aan de universiteit kunt blijven plakken, dan heb je veel geluk. Dat is uitzonderlijk voor iemand met een diploma filosofie, want ja, er zijn daar ook maar weinig jobs, dus je moet daar chance in hebben. Maar ik had nog een diploma menselijke ecologie behaald, omdat je daar kon milieuambtenaar en dat soort jobs mee uitoefenen. In die tijd waren dat zo, vanaf dat een gemeente een bepaald aantal inwoners heeft, er was zo'n wet gestemd, moesten ze een milieuambtenaar aannemen. Mm. En dus milieu en natuur, dat boeide mij ook wel. En ik dacht, ja, ik ga dat ook doen, dan wie weet, er gaan daar mensen tekort zijn. Dus, ja, het leven zit vol met toevalligheden. Had ik een bepaalde onderzoeksbeurs niet gekregen, die ik aangevraagd had, dan was ik misschien milieuambtenaar geworden. Ja, zo gaat dat. Wel, ja, anders toch wel. Bieke, jij moet van job veranderen. Jij moet een ander job kiezen. Mm-hmm. Wat wordt het? Ik heb er eigenlijk twee dat ik wel zou willen doen. En één heb ik al een beetje gedaan. En dat eerste is detectieve. Privédetectieve. Cool. het is wel vaak zo dat ik fotografie ergens in vraag stel of plots het nut ervan niet meer inzien. En dan ga ik wel eens op zoek. Of ja, dan gaan mijn gedachten wel naar een andere job. Dus dat gebeurt wel eens. En privédetectieve is daar één van. En zo ben ik ook opgezocht hoe je dat kunt studeren. En zo uiteindelijk niet gedaan, want ik was terug in mijn werk beland. Mm-hmm. Maar via een werk, misschien kan ik het ook even toelichten. In Portland in 2015... was ik op straat in Amerika aan het wandelen en ik was daar een oudere man tegengekomen, en Michael, en hij nodigde mij uit bij hem thuis en dan ben ik bij hem thuis beland en zijn ganse huis was vol met foto's van de plafond tot aan de grond, foto's van hemzelf, foto's van bekende mensen, mm-hmm. foto's van zijn familie uitgeknipt met daar teksten bij en zo. En Michael kon niet stoppen met praten. Hij was ook bipolair. Hij kon ook vertellen over het feit dat hij bipolair was en dat hij al vaak in instellingen gezeten had en zo. En hij had mij die eerste dag een valies gegeven, vol met gerief van hemzelf. Boeken dat hij gemaakt had, plakboeken, essays dat hij geschreven had en zo. En de tweede dag dat ik hem zag, heeft hij mij een tweede valies gegeven. En dan heeft hij mij nog een valies opgestuurd naar België met nog meer informatie over zijn leven. Mm-hmm. En die laatste valies is heen en weer gestuurd, omdat ik vaak op reis ben. Maar toen ik ze uiteindelijk kreeg, vond ik een briefje in een van die boeken waarin hij om hulp vroeg. En ik kon hem niet meer contacteren, omdat hij geen telefoonnummer had en geen... hij antwoordde niet op mijn brieven en zo, op mijn postkaartjes. Dus toen heb ik besloten van ik ga terug naar Portland en ik ga kijken hoe het gaat met Michael. En misschien dat we wel samen, want hij had mij een prachtig fotoboek gegeven, die hij zelf had samengeplakt. En ik kwam toe in Portland en bleek dat hij verdwenen was. En hij is eigenlijk... niemand heeft hem nog gezien nadat hij mij al het gerief heeft gegeven. En toen heb ik zelf een paar privédetectives gebeld. Maar ik vond dat die te weinig, dedicated waren. En toen dacht ik... Toegewijd. En toen dacht ik, misschien moet ik het zelf doen. En nu ben ik eigenlijk via het materiaal die Michael mij gegeven heeft, te proberen... ik ga naar alle plekken waarover hij schrijft, bijvoorbeeld. En ik probeer door zijn ogen ook... naar de wereld te kijken en hem te begrijpen op die manier.
Maar dus nee. hem ook proberen terug te vinden. Dus dat is één beroep dat ik dan... Allee, dat ik eigenlijk een beetje beoefen ondertussen al. En iets anders wat ik eigenlijk wel zou willen doen, is gevangenisbewaker worden. Okay. Omdat... Allee, ik ben wel al in gevangenissen terechtgekomen door middel van projecten of zo. Maar het is wel een plaats dat mij fascineert. En ik zou graag de plaats beter snappen vanuit een perspectief van daarzelf echt te werken. Mm-hmm. En wat het met mensen doet om opgesloten te zijn, maar wat het ook met mensen doet om... Ja, een soort van macht te hebben over mensen die opgesloten zijn. Dus dat is wel iets dat mij ook zo... Mm-hmm. Dat ik ook wel zie doen. Als je foto's neemt van mensen, ben je dan ook niet een klein beetje privédetectief? Zonder dat ze het weten, hè? Ik zal het zo zeggen. Ze mogen het weten. Ik zou liever hebben dat ze weten wat ik doe. Mm-hmm. nee, privédetectief, ja. Als je foto's neemt, dan... Leer je wel, of ja, kijk je wel geconcentreerd naar mensen, dat is wel waar. En observeer je mensen geconcentreerd. Ja. Maar je kijkt ook naar jezelf, hè, als je naar de ander kijkt. Dus. Maar over foto's gesproken, je bent magnumfotograaf. Voor de luisteraars die dat misschien niet kennen, wat houdt dat concreet in, het concept Magnum? Ik heb dat niet over de ijsjes. Nee, Magnum is een fotoagentschap, collectief, van fotografen over de hele wereld. Ja. En wij zijn vooral bezig met... Allee, er zijn veel verschillende soorten fotografen. Maar vooral fotografen die met documentaire fotografie bezig zijn. Ja. En veel fotografen doen, maken hun eigen boeken, tentoonstellingen. Dat is wel een focus. Ja. Het is op zich wel een select clubje van fotografen. Het is een... Ja, er zijn er niet zo heel veel. Ja. Ja, mag een fotograaf. Oké. Okay. Mooie eer. Ja. Super. Mooi. De eerste vraag zit erop, de kop zit eraf. En dan kunnen we naar de tweede vraag. En dat is eigenlijk de eerste die we jullie hebben doorgestuurd. Want de mensen thuis die weten dat misschien, dat we altijd de vragen die we aan onze gasten stellen, dat we die op voorhand aan hen bezorgen. Zodanig dat ze er al een beetje konden over nadenken. En dit is de vraag. Wat is de mooiste les die je in je leven hebt geleerd? Johan, als jij terugkijkt op jouw leven, heb jij van iemand... of van jezelf een mooie les geleerd? Wel, ik denk dat ik van alles geleerd heb, natuurlijk zoals iedereen. Hè. Van mijn ouders op de eerste plaats en van heel veel andere mensen. Ik heb zeer goede leermeesters gehad. En nu nog. Hè. Ik heb niet zo een soort levensles of zo. Ik heb niks echt traumatisch ervaren waaruit ik dan een of andere les heb geleerd die ik dan zou kunnen doorgeven of zo. Helemaal niet. Hè. Maar goed, ik heb er inderdaad eens over nagedacht natuurlijk. Misschien het beste wat ik kan zeggen is dat ik geleerd heb dat je nooit volleerd bent. Hè. Dus dat er altijd nog wel meer te leren valt. Ik blijf maar lezen en naar mensen luisteren en lezingen volgen en congressen volgen enzovoort. En je steekt altijd weer van alles op. Dus als ik nadenk over bijvoorbeeld wat ik 5 jaar geleden schreef of vertelde... dan zou ik dat nu zeker niet meer zo schrijven of niet meer zo vertellen. Mm. En er is geen enkele reden om te denken dat over 5 jaar in de toekomst, anders zal zijn ten opzichte van het heden. Dus, je bent voortdurend in evolutie. Dus je evolueert voortdurend op het vlak van kennis. En bovendien, dat is ook iets wat ik geleerd heb, namelijk dat je je eigen brein niet altijd goed kunt vertrouwen. Hè. Net zoals in fotografie bijvoorbeeld en in zoveel andere zaken kun je de werkelijkheid... anders weergeven dan ze is. Hè. Wat vraagt dan oproep, wat is dan de werkelijkheid enzovoort. Bon. Dus ik denk dat ik geleerd heb, heel veel studies tonen dat aan, je kunt je geheugen niet echt vertrouwen, je kunt je zintuigen niet echt vertrouwen. Het brein creëert een vertekend beeld van de realiteit. En dat zorgt ervoor dat je een zekere... terughoudendheid aan de dag moet leggen, vooraleer dat je denkt dat je iets helemaal zeker weet. Dus dat is misschien de voornaamste les die ik geleerd heb, dat ik heel weinig zeker weet. Het is een beetje paradoxaal, behalve dat misschien. Hè. Dus, ja. Ben je dan iemand die vaak bezig is met de toekomst, of die eerder dag per dag leeft, of hoe ga je daarmee om? Wat betekent dat om bezig te zijn met de toekomst? Hè? Ik...
Ik stel mij geen vragen over waar ik zal zijn over 10 of 20 jaar of zo. Ja. Over 20 jaar ben ik al vrij oud, dus dan kan ik al dood zijn ook. Dat is ook een van de vragen die straks komt. Ja, hoe zie je jezelf over 5 jaar? Ja, wel, 5 jaar is niet zo ver in de toekomst, maar 10, 15 jaar vind ik zo al behoorlijk ver weg. Mm-hmm. Dus daar ben ik eigenlijk nooit mee bezig geweest. Zo. Nee. Maar ik leef ook niet van dag tot dag. Ik heb, kijk, bijvoorbeeld, ik schrijf boeken als ik... Ja, ik probeer dat te doen, ben nu bijvoorbeeld aan een bezig. Daar ben je wel van dag tot dag mee bezig, maar dat is een project dat makkelijk 1 tot 2 jaar duurt. Mm-hmm. Dus dan zit je toch al met een tijdspanne. Ik plan dan mijn agenda en allerlei andere zaken in functie van het werk aan dat boek, want je moet je daar toch op focussen. En dan duurt dat al snel 1 tot 2 jaar. Mm-hmm. Dus dat is zo mijn horizon van... nadenken en actief zijn, denk ik. En voor zo'n boek te schrijven, wat is focus voor jou? Op welke momenten of welke plaatsen kan je het best focussen om aan zo'n boek te schrijven? Het allerbeste werkt dat gewoon bij mij thuis, in mijn bureau, mijn werkruimte. Ik heb daar mijn boeken. Ja. Ik zit daar op mijn gemak. Ik heb daar mijn frigo, mijn wc en zo. Mijn vriendin is daar. Alles bij de hand. Alles bij de hand. En een ruimte waarin ik mij goed voel en veilig voel. Enfin, veilig, niet dat ik mij onveilig voel, makkelijk, maar... ik sta op en ik kan beginnen, snap je? Dus ik moet niet zo'n speciale plek hebben of zo. Vind ik allemaal veel te veel gedoe. Mm-hmm. Gelukkig woon ik ergens waar ik dat reeds heb. Ja. En dan het enige wat ik dan verder nodig heb, is dat me niet te veel aan mijn mouw trekt of aan mijn oren trekt voor allerlei andere dingen. Dus dat ik mij daar kan op focussen, dat is het voornaamste. Ja. Ja. Bieke, we gaan de bal naar jou kaatsen. Wat is de mooiste les die jij ooit hebt geleerd in jouw leven? Ja, ik vind het ook wel moeilijk om daar één antwoord op te geven. Ik denk dat ik nog altijd leer ook om te proberen de mensen begrijpen vanuit hun eigen perspectief. En niet enkel vanuit hoe ik naar hen kijk, maar proberen mij te verplaatsen in hen om dan... naar de wereld te kijken of zo. Ja. En ik denk dat ik dat vroeger misschien niet minder deed. Ik zeg niet dat dat mij altijd lukt, om minder snel te oordelen misschien. Maar dat hangt met elkaar samen. Maar is dat ook niet het moeilijke aan fotografie bijvoorbeeld? Dat je een foto neemt van iemand, maar eigenlijk de backstory of niet weet wat er achter zit? Dat iemand misschien ook snel gaat beoordelen op een beeld of een afbeelding, zo? De fotograaf heeft een heel grote macht eigenlijk met... daar ben ik ook eigenlijk mee bezig in mijn laatste boek of in mijn laatste werk. De fotograaf fotografeert iemand vaak vanuit de machtspositie. En dat is duidelijk op verschillende... manieren. Wij fotograferen iemand vanuit een bepaald perspectief of vanuit een bepaalde hoek of met een bepaald denkkader of idee. Maar wij kiezen ook een bepaalde foto om te tonen, bijvoorbeeld in een tentoonstelling of een boek. En vaak is dat één foto. En de fotograaf selecteert die. Mm-hmm. En toont soms ook dat hij, of doet alsof dat hij onzichtbaar is in het beeld, terwijl dat eigenlijk de fotograaf deel is van die foto. Hij is deel van de actie eigenlijk. En moest die fotograaf er niet zijn, zou dat beeld misschien... of zou de gebeurtenis helemaal anders verlopen. Mm-hmm. En dus op dat zicht, in dat opzicht vind ik wel dat de fotografen hen daar bewust van moeten zijn. Maar inderdaad, wij beelden andere mensen af. En vaak kiezen wij hoe wij zij... hen afbeelden. En soms is dat wel problematisch. Ja. Je zei daarnet, je inleven in de andere is heel belangrijk als fotograaf. Je begon daarnet daarover. Mm-hmm. Empathisch vermogen, is dat iets dat je hebt of dat je kan aanleren? Ben je daarin gegroeid, bijvoorbeeld? Ik denk wel dat je daarin kunt groeien, ja. Zoals ze zegt, ik denk dat je daarin kunt groeien, maar ook door samen te werken. En dat probeer ik ook meer en meer te doen in mijn werk. Foto's te nemen van iemand, en dat is het. En je gaat weg als fotograaf, dat vind ik eigenlijk oninteressant. Mm-hmm. Dus ik denk dat alles een conversatie moet zijn. Ook al is er geen taal, maar dat alles
ja, een op een of andere manier een samenwerking kan zijn. En dat probeer ik te doen. Oké. Ik stel voor dat we complimentjes gaan geven, dat we elkaar even mogen bewonderen. Gaan we misschien beginnen opnieuw bij Johan. Maar Johan, wat bewonder jij zelf het meest aan jezelf? Niks eigenlijk, nee. Dat vind ik een quasi onmogelijke vraag. Ik zou misschien op zijn best kunnen zeggen het feit dat ik hier geen antwoord kan op geven. Omdat, ja, het zou mij zeer ongemakkelijk aanvoelen om daar iets op te zeggen. Dus ja. Nee, daar kan ik echt niks op zeggen. Dat moet je aan andere mensen vragen. En het zou zelfs heel raar zijn moesten mensen zeggen dat ze iets aan mij bewonderen. Ik vind dat een raar woord. Ik heb zelf ook geen bewondering echt voor andere mensen of zo. Ik heb waardering en appreciatie. Mm-hmm. Of ik kan iets heel erg knap vinden enzovoort. Maar bewonderen, goh ja, ik weet niet zo geweldig goed wat dat inhoudt. En als het werkwoordje bewonderen nu is vervangen door waarderen? Ja, dat is al veel beter. Ja. Maar ook dan, wat ik aan mijzelf waardeer. Ik doe niet echt aan dat soort zelfreflectie, denk ik. Ja, ook als ik iets gedaan heb, iets geschreven heb, een les heb gegeven, een lezing heb gegeven, het soort dingen die ik doe. Als mensen dan zeggen dat ze het goed vonden of tof vonden of wat dan ook. Ja, ik hoor dat wel graag. Dat is wel tof om dat te horen. Maar tegelijkertijd, ik stel dat gewoon bij mij vast, het glijdt ook wel wat van mij af. Zo, het is meer... Ik heb mijn job gedaan, dus... Misschien is het zelfs, heb ik zelfs wat het idee van... Ja, natuurlijk was het goed. Want ik heb het tenslotte voorbereid. Dit is wat ik doe. Dit is waar ik ervaring mee heb. Dus waarom zou het niet goed zijn? Ik heb daar geen complimenten voor nodig. En ik ga ook niet van mijzelf zeggen, dit heb je weer eens goed gedaan of zo. Mm-hmm. Nee. Ik sta daar zeer neutraal tegenover eigenlijk. Ja. Bieke, als mensen naar jou komen en zeggen, die foto heeft mij echt diep geraakt, ben je daar dan gevoelig voor dat soort van complimenten? Ik vind dat ook een moeilijke. Het is leuk als mensen iets hebben aan een foto, maar als ze specifiek zeggen, die specifieke foto heeft mij geraakt, dan zou, denk ik, met mijn werk niet echt kloppen, omdat te vaak een foto in een geheel is. Mm-hmm. Maar ik krijg soms wel eens een mailtje of een berichtje of zo van iemand die, doordat hij een boek gezien heeft, een bepaalde beslissing gemaakt heeft of zo. En dat maakt mij ook altijd ongemakkelijk, maar tegelijkertijd ben ik ook wel blij, want die mensen, blijkbaar heeft wat ik maak ook betekenis voor iemand anders soms. En ja, ik kon er ook voor kiezen natuurlijk om het wat ik doe niet te tonen. Dus het zou ook raar zijn om te zeggen dat ik toon het wel, ik maak boeken voor een publiek. Dus natuurlijk ben je ook wel blij als het publiek het kan appreciëren. Ja. Mm-hmm. En snapt vooral. Soms vind ik het raar, want het meeste werk maak ik in eerste instantie voor mezelf. En dan op een bepaald moment beslis ik natuurlijk om een boek te maken en zo. En denk je na over een publiek. Maar ik vind het altijd straf dat iets dat je eigenlijk voor jezelf maakt. En dat je eigenlijk vooral... soms vind ik mijn werk heel egocentristisch en heel op mezelf gericht. Ik vind het wel straf... Ik verschiet ervan dat mensen dat interessant kunnen vinden. Mm-hmm. Of dat ze daar ook iets aan kunnen hebben, want dat is niet mijn doel op zich eigenlijk. Ja. En als we de initiële vraag aan jou durven stellen, wat bewonder jij dan aan jezelf? Of waardeer jij aan jezelf? Ja, want ik denk ook misschien... iets waar ik blij mee ben, is dat ik een middel heb gevonden ergens om... dat klinkt misschien zwaar, maar om met de dingen om te gaan, en dat is wel fotografie, denk ik. Dat ik onbewust naleer denken over mezelf en wat er in mijn omgeving gebeurt door de projecten dat ik doe. En dat ik probeer eigenlijk... van mij is dat niet van, vandaag ga ik eens een project doen daarover, maar ik probeer mij te laten leiden door mijn onderbewuste ergens. En ik probeer dat te vertrouwen. En dat lukt beter en beter. En ik ben wel blij dat ik mezelf niet blokkeer en dat ik mezelf niet stopzet.
Een soort van uitlaatklep bij frustraties dan, als ik het... Frustraties? Nee, niet echt. Ik denk eerder bijvoorbeeld dat ik zo... Bijvoorbeeld, ik was een jaar geleden, zag ik een man die naar de sterren keek. En ik had zelf helemaal geen zin om de sterren te fotograferen. Maar ik was wel super gefascineerd. Mm-hmm. En ik had die man gefotografeerd, dat was tijdens de lockdown. En dan ben ik, zonder dat ik wist wat ik eigenlijk aan het doen was, andere mensen die naar de sterren keken of die naar de maan keken of fotograferen, ben die mensen die iets anders observeerden beginnen fotograferen. Mm-hmm. En ik wist eigenlijk niet wat ik aan het doen was. En pas dan ben ik ook, zag ik iemand die de sterren tekende. Dan ben ik naar een astrofarm geweest om de sterren te tekenen, niet te fotograferen. En ik wist eigenlijk nog altijd niet wat ik aan het doen was. En pas een half jaar later of zo dacht ik, eigenlijk ben ik constant een manier aan het proberen vinden om een herinnering vast te leggen. Mm-hmm. En ik ben daar nu ook een boek over aan het maken, maar ik had dat nooit gedaan als ik in het begin tegen mezelf had gezegd, je moet weten waarom je dat doet en dat doet en dat doet. Ja. Ik probeer mezelf gewoon te laten leiden door whatever. Ja. Oké. Je had net herinneringen vastleggen. Dat doet mij ook een beetje denken aan nostalgie. Ben jij iemand die nostalgisch is? En wat maakt jou nostalgisch? Ben ik iemand die nostalgisch is? Ik denk het wel, eigenlijk. Ik kan me soms wel verliezen ergens in een... verliezen in het verleden niet echt, eigenlijk. Maar het is wel zo dat ik vaak... dat was van de week ook zo. Als ik op reis ben, wat dat wel vaak gebeurt, en het werk ben, dan schrijf ik wel vaak in zo notitieboekjes dingen. En of als ik ergens op restaurant alleen zit of zo, ga ik vaak een brief schrijven naar iemand of naar een fictief persoon of naar iemand waaraan ik het eigenlijk nooit geef. Dus die brieven belanden ergens tussen boeken en op mijn bureau of en ik ben niet echt netjes. Dus overal vind ik wel die notities terug. En als ik zo een briefje terugvind van tien jaar geleden of zo, dan kan je plots wel dat moment terug herinneren. Ja. En hoe je je toen voelde. Dus dat maakt mij wel soms nostalgisch waarschijnlijk. Ben je dan iemand die daar ook bewust naar op zoek gaat? Die dan bijvoorbeeld ook is het een herinneringendoos heeft met foto's dat je bijhoudt of ticketjes van festivals of optredens? Of gaat dat niet zo ver? Ik hou extreem veel bij, maar ik kijk er niet terug naartoe. Dus okay. Ik moet mijn huis opruimen. En dan gooi ik alles in een doos. En ik weet dat die doos er is, maar eigenlijk kijk ik er nooit in. Maar ik zou dat niet kunnen wegsmijten. Ja. Johan, jij staat al een beetje verder in jouw leven. De kans op nostalgie is mathematisch groter. Ben jij een nostalgisch iemand? Als je daarmee bedoelt, iemand die heimwee heeft naar het verleden of bepaalde episodes, niet echt. Nee. Ik kan wel eens denken van dat was een schone tijd of een mooie vakantie of weet ik veel wat, een mooie gebeurtenis of zo. Maar ik wentel me daar niet in of ik koester dat niet zo. Het leven speelt zich nu af en in de toekomst, naar de toekomst toe. Dus ik onthoud natuurlijk het verleden wel. Van je vergeet ook veel en het geheugen verdraait zaken. Ik heb tot nu toe een goed leven gehad. Maar misschien omdat mijn leven nu nog altijd goed is, heb ik geen reden om veel heimwee te hebben naar zogenaamd betere tijden. Plus, je romantiseert dat ook. Hè. Mm-hmm. Die kindertijd of die tienertijd of wat dan ook. Ik denk dat de meeste fasen in mijn leven waren positief. Ja, het is ups en downs en er gebeuren dingen enzovoort, natuurlijk, ja. Maar bon, zo is het leven. Hè. Dus mensen die zich zo koesteren of wentelen in het verleden, ik leef nu, ik heb nog heel veel plannen, ik wil nog van alles doen, dus ik leef meer vooruit dan dat ik met mijn gedachten vaak vertoef in een voor een stuk dan ook gefictionaliseerd of geromantiseerd verleden. Wat niet wegneemt, kijk, ja, ik
Ik hou nog van de muziek uit de jaren 70, 80 en zo. Dat is zo heel typisch. Of de jaren 60 zelfs. Als je 15 bent in 1980, zoals ik, dan luister je ook naar muziek van de jaren 60. Hè. Maar ik heb geen heimwee naar de manier waarop ik daar toen naar luisterde. Ja. Ik kan daar nu ook nog naar luisteren. Hè. Ja. Dat is niet weg. Ik ben dat niet kwijt. En ik weet ook, zelfs al probeer je om dingen te herbeleven, omdat je denkt van, ik ga dat gevoel dan terug hebben of zo, ja, meestal lukt dat niet. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld zo die romans uit mijn tienertijd van Jan Wolkers en Gerard Treven en zo, die toen veel betekenden. Hè? Dus ik waardeer die nog altijd enorm. Maar als je die nu herleest, dan werkt dat niet meer zo. Nee. Zie je? Je moet daar in de juiste context voor, je moet daar ook de juiste leeftijd voor hebben. Dus ik ben nu 30 jaar ouder, waarom? Ik heb nu geen behoefte meer of geen nood meer aan romans over seksualiteit of zo. Ik ken dat ondertussen wel een beetje, mm-hmm. snap je? Dus er is voor alles een tijd en een moment. En dat gaat vooruit. Ja. Dus, en jij bent niet de persoon die dan alles bijhoudt? Nee. Die soms moet opperen, soms nee. Bieken? Nee. Ja, toch wel. Je houdt wel dingen bij natuurlijk, maar dan op een bepaald moment ruim ik op en dan ben ik daar vrij genadeloos in, dan verdwijnt dat. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk zaken waar ik ga geen brieven die mijn vader naar mijn moeder schreef toen hij in het leger zat of zo, dat ga ik niet weggooien. Nee. Daar hangt een emotionele waarde aan. Maar dat is niet uit nostalgie of zo. Het zou goed fout zijn om dat weg te gooien. Maar dingen van mijzelf, al mijn cassetjes of zo, die ik opnam als tiener of zo, dat heb ik al lang niet meer. Je hebt nu veel betere bewaarmiddelen voor muziek en informatie. Dus nee. Nee. Het is niet dat je bijvoorbeeld de zondag op zolder een keer die brieven doorleest van u. Nee, daar heb ik geen tijd voor. Er is zoveel te lezen, veel betere, interessantere dingen en te beleven. Dus daar heb ik geen last van, zal ik maar zeggen. Ja. Nee, oké. Okay. Even goed. Absoluut. We gaan mensen uitnodigen, omdat mensen soms inspirerend zijn voor onszelf. Omdat mensen wegen wijzen, dat kunnen heel bekende mensen zijn, maar dat kunnen ook mensen zijn die niemand anders kent. Welke personen mogen er allemaal aanschuiven op jouw droomdiner? Bieke, wie mag er allemaal naast je aanschuiven? Mijn droomdiner, dat zijn de mensen die ik liefst zie, denk ik. Gewoon, simpel. En mensen waarvan ik... Ja, mensen in mijn omgeving dat ik al ken, dat ik heel dankbaar ben. Vorige week was er bijvoorbeeld een fantastisch diner bij mij thuis. En ik had de mensen uitgenodigd die heel waardevol waren voor mij, voor mijn laatste boek. Die me op allerlei manieren geholpen hebben. Want een vriend, Amerikaanse vriend van mij, was in België toen. En een vriendin die mij ook geholpen had, die in Cairo woont, Ruud van de Wallen, was ook in België toen. En toen had ik een diner gedaan om het boek te vieren, maar toen we buiten zaten, dacht ik, wow, moesten die mensen hier niet zijn eigenlijk, dan was ik waarschijnlijk niet de dingen aan het maken dat ik nu maak. En dat vond ik wel bijzonder. En die mensen en dan nog een paar mensen erbij, die ook belangrijk zijn voor mij, voor wie ik ben en dat ik bewonder. Ja. Dat is eigenlijk mijn droomdiner. Mm-hmm. Eigenlijk en simpel. Zijn er ook bekende mensen die jou ergens inspireren gemaakt hebben tot wie je nu bent? Minder bekende mensen dan mijn omgeving eigenlijk. Ik denk, ik haal heel veel energie en inspiratie uit mijn omgeving. Bijvoorbeeld Agatha, waar ik nu lang mee samengewerkt heb. Zij was toen een onbekende jonge vrouw van 25, die ik heb leren kennen in een stripbar en uiteindelijk heel lang mee samengewerkt heb. Ik heb van haar ongelooflijk veel geleerd. En het boek Agatha is eigenlijk een verslag is een raar woord, maar toont onze relatie ergens en de afgelopen 3 jaar. En als ik er naar kijk, dan ik heb ongelooflijk veel van haar geleerd, bijvoorbeeld. En dat is voor mij extreem waardevol.
Ik vraag de vraag elke keer, maar we gaan ook gewoon benieuwd. Wat maak je klaar op je droomdiner? Sta je zelf achter de poton of ga je iets gaan halen bijvoorbeeld? Mag ik naar de frituur gaan? Nee, mag altijd. Nee. Vorige week heb ik allemaal gerechtjes van Ottolenghi gemaakt. Ja. Dat vind ik eigenlijk heel lekker eten en vegetarisch ook. Super. Dat eigenlijk vind ik het leuk om te koken ook. Mm-hmm. En om een kookboek te volgen en de verschillende stappen, niet te veel nadenken. En eigenlijk doe ik dat vaak, gewoon een gerecht maken van een kookboek. En ik vind dat ongelooflijk tof. Dus ik vind dat ook een goede voorbereiding voor het diner. Mm-hmm. Want zo'n diner is waarschijnlijk veel prikkels. En daar moet ik mij een beetje mentaal op voorbereiden. Ja. En zelf koken is ideaal eigenlijk. Top. Absoluut. Johan, we gaan naar jouw droomdiner. Wie schuift er allemaal bij? Ja. Ik zou misschien ook moeten vragen, wat versta je onder een droomdiner? Hè? Omdat, gaat dat over overleden mensen, gaat dat over beroemde mensen van onze tijd enzovoort? Ja, dan heb ik daar zo wel fantasieën over, want dat zijn natuurlijk fantasieën. Maar stel dat je zou zeggen, dat is niet strikt genomen jullie vraag natuurlijk, maar bijvoorbeeld het laatste avondmaal of zo de avond voor mijn euthanasie of zo, dan heb ik ook gewoon graag mijn vrienden, vriendinnen, geliefden bij mij. En het zou dan ook iets vegetarisch zijn. Ik zou het zelf niet koken, want ik kan dat niet. Maar mijn vriendin kan dat gelukkig goed. Ottolenghi en dat soort dingen. Dat doet ergens een belletje wel rinkelen. En we hebben ook een moestuin en zo. Dus dat is ook geestig zo, om daarmee bezig te zijn. Van kweken tot uiteindelijk dan ook zelf opeten. Maar dus ja, het is natuurlijk zo. Vrienden, vriendinnen, familie, zolang mensen gezond zijn en leven, daar kun je bij wijze van spreken elke dag mee eten of mee afspreken. Hè. En dat proberen wij ook vaak te doen trouwens. Ik denk dat dat tot de belangrijkste dingen in het leven behoort. Maar bon, stel nu dat je zegt, ja, we willen namen horen van beroemde mensen. Daar of zijn zo. Mensen altijd nieuwsgierig naar. Ja, wel, dan moet ik zeggen, kijk, goh, ik leef in mijn hoofd natuurlijk en in mijn job en wat ik doe, breng ik heel veel tijd door met ja, bekende mensen uit het verleden en het heden. Mensen die ik helemaal niet persoonlijk ken, hè, maar wetenschappers, schrijvers enzovoort. Dus zou ik Isaac Newton of Einstein of Darwin of Tolstoy of zo willen ontmoeten? Well, ja, waarom niet? En zo kan ik een lange lijst opsommen. Hè. Ook vrouwen natuurlijk. Hè. Zo iemand als Mary Wollstonecraft bijvoorbeeld, een feministe van uit de verlichtingstijd. Het zou fantastisch zijn, moest je met zo iemand nu kunnen praten. Hè. Dus zo kan ik een lange lijst opsommen van mensen die ik heb gelezen of over wie ik heb gelezen of wiens biografie ik een beetje ken en zo. Mm-hmm. Maar let op, dat kan ook tegenvallen, want ik heb het wel al gehad met levende mensen die belangrijke teksten hebben gepubliceerd of boeken of zo. En je ontmoet die mensen dan op een congres of zo. En dan weet je eigenlijk vaak niet goed wat zeggen en zij eigenlijk ook niet. Zo van, ik heb je boek gelezen en vond het zeer goed. Ah ja, tof. En daar houdt het dan soms op, zie je. Dus het is niet gegarandeerd dat die mensen dan de meest interessante gesprekspartners zijn tijdens een diner. Ja. Dus je zou evengoed ook kunnen zeggen, als we dan toch mogen wild speculeren, kijk, een slaaf uit de oudheid of zo, iemand volstrekt onbekend natuurlijk, is misschien veel boeiender om naar te luisteren dan naar Socrates of keizer Nero of zo, ik zeg maar wat. Of een middeleeuwer die in Gent of in Kortrijk woonde, maar verder volstrekt onbekend gebleven is, een gewone arbeider bijvoorbeeld. Misschien zou dat heel boeiend zijn om met zo iemand te kunnen praten. Hè. Dus eigenlijk ook hier moet ik zeggen, er steekt daar niet zo iemand bovenuit of zo, van die wil ik nu echt absoluut eens... Kijk, ik heb een doctoraat gemaakt over Charles Darwin, hè, dus de man uit de 19e van de evolutietheorie. Dus ja, dan lees je daar alles over en van enzovoort. Ik heb daar jaren mee samengeleefd, bij wijze van spreken. Maar zou die moeten aanschuiven in mijn droom? God, misschien niet, want ja, ik weet al alles, bij wijze van spreken. Maar stel dat je die man toch een vraag zou kunnen stellen. Ja. Je hebt hem ontzettend uitvoerig bestudeerd. Ja. Er blijft toch nog altijd iets over? Ja, wel, wat ik zou er dan wel kunnen mee praten, natuurlijk, hè, want er zijn heel veel aanknopingspunten. Maar het zou dan misschien gaan over iets... bijvoorbeeld, ik kweekte orchideeën en dat boeit mij ook. En het zou misschien daar dan over gaan, zie je?
Dus niet over de grote dramatiek van evolutie van het leven of de conflicten met de kerk en al dat soort zaken, of creationisme, zoals in de Verenigde Staten. Ik volg dat ook wat. Dat is dramatiek, bij wijze van spreken. We zouden het waarschijnlijk eerder over koetjes en kalfjes hebben. Ja. Dan over de grote dingen dan, ja. Je zei daarnet vegetarisch, ik had het ook al verklapt in de intro. Is dat iets dat je al heel je leven aan vasthoudt, Johan, aan het vegetarisch? Ik ben niet zo opgevoed, hè. Toen ik kind was, dat bestond bij wijze van spreken niet, hè. Ik herinner mij zo in mijn jeugd zoiets als macrobiotiek. Mm-hmm. Hè, maar dat was voor hele speciale mensen. Hè. Ik ben vegetariër geworden toen ik in de 20 was. Dus mm-hmm. Dat is nu toch al 30, meer dan 30 jaar. Ja. En ik kan u zelfs zeggen hoe dat zo gekomen is. Enfin, dierenwelzijn, dat hield mij wel al lang bezig. Maar ik weet dat ik dan op een bepaald moment een boek las van Peter Singer. Dat is een Australisch-Amerikaanse filosoof. Het boek heet Animal Liberation. Dat is zo'n klassieker in de literatuur over mens-dierrelaties. En ik las dat boek en ik vond dat hij gelijk had. En de consequentie was dat je dan geen dieren meer moest eten. Ik kan het nu niet beginnen uitleggen, maar je kunt je er wel iets bij voorstellen. Ja. En ja, ik streef dan wel naar consequentie. Je kunt niet zeggen, die man heeft volkomen gelijk, en dan zeggen, maar ik kan er mij verder niks van aantrekken. Dat vind ik lastig. Mm-hmm. Let op, moest ik het nu lezen, en stel dat ik daar nog niks van af weet, dan zou het kunnen dat ik zou zeggen, ja, heeft wel gelijk, maar ja. En dan begin je allerlei argumenten te vinden om hem niet te volgen. Zie je, om die argumentatie naast jou neer te leggen. Maar ik heb dat gelezen op het juiste moment in mijn leven, denk ik. En dus ik heb dat nog met andere zaken ook gehad, natuurlijk. Hè. Ik vind, als je geïnformeerd wordt, als je bewustzijn verruimd wordt, en je vindt, ja, die mensen hebben een punt, dan moet je daar ook proberen naar te handelen. Hè. Dat heet consequent zijn in denken en handelen. En dat kun je natuurlijk op heel veel zaken toepassen. In die zin is onwetendheid inderdaad soms wel interessant ook, hè? Want dan hoef je het allemaal niet zo geweldig veel aan te trekken. Ook, ja. Maar Bieke, ben jij bijvoorbeeld ook vegetarisch of helemaal niet? Jawel. Vegetarisch, maar niet zo heel consequent. Dus als iemand voor mij... Je begaat wel eens een zonde. Wel, ja, als iemand voor mij kookt, want vaak ben ik weg ook bij mensen thuis. En als iemand vlees maakt, dan zou ik er wel van eten, ja. Ik heb daar nu net, kan het niet laten om daar even op te wijzen. Ik zat gisteren nog in een verdediging van een doctoraat als jurylid over net die problematiek, onder meer die problematiek. Hè. Dus dat mensen die vegetariër zijn of veganist, ja, natuurlijk vaak geconfronteerd worden met situaties waar het moeilijk is. En dan nogal vaak plooien, zal ik eigenlijk maar zeggen, omdat ze niet willen... Ja, de kop beledigen of als je te gast bent ergens enzovoort. Dat is een interessante kwestie. Hoe ga je daarmee om? Hè? Ja. Hoe ga jij daar trouwens mee om, Johan? Wel, ik probeer dat op voorhand altijd zo duidelijk mogelijk aan te geven. Hè. En als het dan toch mislukt, dan moet je het een beetje inschatten of er iets mogelijk is. Hè. Kijk, ik ben ook rap content. Hè. Mm. Ik kan het vlees ook gewoon aan iemand anders geven die er zin in heeft. Of ze bakken mij een eitje of zo, dat is mij ook allemaal goed. Hè. Maar je gaat niet plooien. Ik ben daar niet zo moeilijk in. Maar ondertussen, ik weet wel wat je bedoelt hoor, Bieke, ik heb dat ook gehad. Hè. Maar ondertussen zal het mij niet meer overkomen dat ik uit beleefdheid of wat dan ook zal zeggen, goed, ik ga maar zwijgen enzovoort. Dat ga ik waarschijnlijk niet meer doen, nee. Goed, we gaan van een droomdiner naar misschien, wie weet wel, een droomberoep. Zouden jullie morgen allebei veranderen van beroep en jullie worden eindredacteur van alle kranten in ons land. En jullie mogen op de voorpagina van alle kranten nationaal één quote drukken. Heel eenvoudig, heel eenvoudige opmaak, maar er staat één quote, één slagzin op die voorpagina. Ik zie Bieke nu wel lachen. Ja, ik weet het niet. Heb je een bepaald idee rond een bepaalde quote? Ik dacht daar vandaag over na en ik kan geen één... Ik vind dat er meer vragen moeten op de voorpagina's komen. Okay. Dus ik zou gaan voor meer vragen. ik weet niet per se over verschillen, over alle onderwerpen. Ik denk dat de kranten iets meer mogen... de grijze zones bespreken, de moeilijke dingen bespreken en de discussie openlaten. Mm-hmm. En, dus ja, ik zou meer vragen willen. Ja. Eigenlijk, Een oproep voor meer vragen. Ja. Okay. Wordt er dan te weinig in vraag gesteld, bijvoorbeeld door de media, door de kranten?
Ja, ik ben daar nu eigenlijk een stuk over aan het schrijven. Ik ben geen goede schrijver, maar ik probeer mezelf verstaanbaar te maken over bijvoorbeeld de grijze zone in de fotojournalistiek en de fotodocumentaire. Dat er in de media eigenlijk heel weinig wordt gezegd hoe foto's worden gemaakt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de mensen die naar foto's kijken, vaak op een andere manier naar foto's kijken. Vaak denken mensen dat die foto's objectief zijn. Dat die objectiviteit bestaat. Nog altijd wordt er heel hard geapplaudisseerd voor fotografen die onzichtbaar zijn of een vlieg op de muur lijken. En ik stel me wel de vraag of dat allemaal mogelijk is. Mm-hmm. En een vriend van mij, wel een heel goede fotograaf, Sebastian Steveniers, is een maand geleden veroordeeld omdat hij free fights gefotografeerd heeft. Mm-hmm. En hij wordt ervan verdacht dat hij ook een deelgenomen heeft en ook die free fights zelf gefotografeerd, zelf meevocht. En free fights zijn eigenlijk hooligangroepen. Georganiseerd heeft hij. Ja. Ik heb daar een stuk over geschreven. Ah, is daar? Ja. Ah, ja. Zijn advocaat was trouwens een van de vorige gasten. Echt? Hier in de podcast. Hij heeft er ook over gepraat? Of? Nee, toen niet. Denk ik niet dat Omar er toen over gepraat heeft. Wel ja, dus hij gaat nu in beroep, Sebastian. Maar ik denk dat omdat er zo weinig over wordt gepraat, over het feit dat je eigenlijk ook bevriend kunt worden met je onderwerp, dat heel normaal is. Het feit dat je mensen kunt... dat je een WhatsApp-groep bijvoorbeeld, want daar wordt hij van beschuldigd, een WhatsApp-groep opricht. Zodat al die zaken, dat is eigenlijk redelijk normaal. En voor mij dan, als ik het vonnis lees, dan ik herken mezelf erin. Ik bewandel ook die grijze zone. Mm-hmm. Ik word bevriend met mijn onderwerp. Ik twijfel soms ook om dingen te doen dat ik misschien achteraf niet zou doen of zo. En ik zou hopen dat de media daar veel meer over schrijft, zonder een kant te kiezen of zo, maar dat dat veel duidelijker wordt dat er een grijze zone bestaat. En wie is er verantwoordelijk? Wat is de verantwoordelijkheid tegenover je onderwerp? Dat er daar een veel opener debat voor is. Ja. En dat mis ik wel een beetje, ja. Mm. Je kon er niet meteen op een quote komen bij iemand, omdat je zegt van, ik spaar heel veel zaken, die quotes of passages of gedichten bijhoudt. Dat je zegt van, ik neem dat even uit en ik hou daarbij. Of is dat ook een stap te ook ver? Ook een stap te ver. Dat klinkt zo heel negatief. Nee, eigenlijk niet. Nee. Want er zijn wel eens mensen die zo van die quotes, ik denk aan Pont zonder naam, die dat dan ophangen en zo, dat heb je helemaal nooit gedaan. Niet. Nee. Helemaal nee. niet. Nee. Oké. Okay. Johan, heb jij een quote die je met de hele wereld wilt delen? Ja, ik heb er een paar. Ik hang ook geen quotes op thuis of zo. Montaigne deed dat wel, hè. Dus de Renaissance schrijver in zijn toren in Frankrijk. Die had zo quotes in de balken laten graveren. Die zijn daar nog altijd van Griekse en Romeinse schrijvers. Hè. Maar ik heb er een paar genoteerd wel. Dus ik heb de vraag gewoon heel letterlijk genomen. Wat wil je op de voorkant van de krant? Hè? Dus dan dacht ik, moet het zo ergens een beetje toepasselijk zijn. En misschien de beste quote die ik hier kon bedenken is van iemand, ik weet niet van wie. If you think education is expensive, try ignorance. Dus als je zou denken dat onderwijs duur is, probeer dan eens onwetendheid. Hè. Dus als je mensen dom wil houden door te besparen op alles wat met onderwijs te maken heeft, maar daar hoort de media, de goede media eigenlijk ook bij, mm-hmm. cultuur in de brede zin. Ja, probeer dan eens onwetendheid en je zal snel inzien dat dat ook niet bepaald iets is wat besparend werkt. Hè. Mm-hmm. Dus dat vond ik wel een goeie. En dan heb ik er nog zo'n paar, ik zal misschien nog eentje geven. Dat is van de Amerikaanse presentator, onder andere Bill Maher. If you think you have it tough, read history books. En dat vind ik wel belangrijk. Hè? Dus nogal wat mensen vandaag klagen over van alles en nog wat. Maar dat is inderdaad vaak door een gebrek aan historisch besef. Hè? We hebben het nog nooit zo goed gehad. Zeker in onze contraille natuurlijk, maar zelfs wereldwijd. Is de armoede afgenomen, is het analfabetisme gedaald, geweld is gedaald enzovoort. Dat is wat contra-intuïtief, want in de kranten zou je eerder
Het omgekeerde aan denken. Hè. Maar natuurlijk, dat is wat de media nu eenmaal doen. Zij moeten slecht nieuws brengen. Anders is het niet interessant. Hè. Ja, een artikel over het feit dat er in het Citadelpark in Gent gisteravond niks gebeurd is, is niet boeiend. Maar als er iemand aangerand is of verkracht is of zo, ja, dan is dat nieuws. Dus automatisch is dat slecht nieuws. Hè. Mm-hmm. Maar dus, mensen zouden beter wat meer historisch perspectief hebben om de eigen situatie in te schatten. Kijk, neem nu de coronacrisis, we zitten er nu nog altijd in op het moment van dit gesprek. Mm-hmm. Er zijn mensen die daar ontzettend over klagen en protesteren en weet ik veel allemaal. Wel, maar als je een beetje kijkt naar de geschiedenis van pandemieën, syfilis en de pest en cholera en de pokken en noem maar op. Dan hebben wij ongelooflijk veel chance natuurlijk, hè, dat wij op korte tijd vaccins hebben kunnen ontwikkelen. Dat we wetenschappelijk weten wat er aan de hand is. Dat we zelfs weten wat dat is, een virus. Mm-hmm. Hè, want dat weten we nog niet eens zo geweldig lang. Mensen vergeten heel snel. Hè, de pokken maakten tot in de jaren 70 miljoenen slachtoffers. Hè, miljoenen. Ja, dat is onvoorstelbaar. Je kunt je dat nu bijna niet meer voorstellen. Het is niet eens zo lang geleden. Dus, if you think you have it tough, read history books. Voilà. Vind ik een hele mooie. Ja, vind ik ook mooi. Ja, ja, dus ik denk aan de ene kant de vragende kant, aan de andere kant ook de mooie quotes die er ook gewoon kunnen opkomen. We leven in een boeiende wereld. Het is al aan bod gekomen. Maar in die wereld zijn er soms plaatsen waar we een bijzondere band mee hebben. Een specifieke link mee hebben ook. Zijn er dan plaatsen, lievelingsplekken in de wereld die je ergens kan nomineren, als het ware? En wat vind je daar wat je elders niet vindt? Pieke, heb jij zo van die favoriete plaatsen? Er is één plaats... Ja, ik heb een paar plekken, maar één plaats waar ik nooit angstig ben geweest. En dat is in... Ik was ooit uitgenodigd in Noorwegen, in Senja, in een... ik kon daar een residentie doen en ik heb daar ook een film gemaakt samen met Matthias de Kranen. Maar dat was een... Skaland is een klein dorp waar misschien extreem veel heel weinig mensen wonen. En ik was er uitgenodigd om in de winter werk te maken. En het is daar... De zon komt er niet boven de horizon, dus het is er altijd donker. En ik ben wel gefascineerd door de donkerte en dat maakt mij wel... Misschien rustig ook ergens. En ik maak ook graag werk en, als het donker is. Dus voor mij was dat al een leuk gegeven. En dan ook, de natuur is daar enorm... Ja, de zee. Ik woonde er in een vissershuis op palen in de fjorden, in de oceaan. Met gigantische bergen rondom mij. Mm. Vaak storm... orka's die er passeerden. Dus dat was wel een heel zotte plek. En ik ging er 's nachts en in het donker overdag gaan wandelen. En ik heb er geen schrik gevoeld. En dat is iets dat echt... Ja, dat ik nog altijd probeer te snappen. Want ik voel heel... ook al ben ik zo gefascineerd door de donkerte, ik heb er ook vaak schrik voor. Mm-hmm. En kan snel wel angstig worden. En daar heb ik dat niet gevoeld. En... Je hebt een beetje een haat-liefde-verhouding met het donker, zo te zien. Haat-liefde, ja, misschien. Maar natuurlijk, als het donker is dan, en als je alleen bent, dan is er meer plaats om je gedachten de volle loop te laten gaan. En misschien is dat wel beangstigend. Maar daar was ik helemaal alleen ook. En ik weet dat ik een wandeling deed, 's nachts. En ik had een begraafplaats ergens gezien op een berg. En ik wilde daar naartoe wandelen. En ik weet nog dat dat was een lange wandeling. En ook op die begraafplaats gefotografeerd en zo. En geen schrik. Dat is een fantastische plaats waar ik al een paar keer ben teruggegaan. Ja. En heel hard door gefascineerd ben. Johan, vinden we jou ook in den donker op een plaats? Of heb je toch een plaats meer in het licht? Ik ook wel van de donkerte of de duisternis, omdat dat de focus verscherpt. Ik kan dan ook wel goed lezen en schrijven en werken dus. Maar lievelingsplek. Ik heb in de Verenigde Staten verbleven voor mijn doctoraat. In Californië, in Santa Barbara, zo'n hele idyllische plek. En daar heb ik goede vrienden gemaakt. Dat is ook ondertussen al 30 jaar geleden. En daar ga ik heel regelmatig, relatief regelmatig, wel eens terug naartoe. Ja.
op de eerste plaats voor die mensen. En zij komen soms ook op bezoek bij ons. Mm-hmm. Maar het is ook altijd een beetje thuiskomen, omdat ik ja, die plek daar ken. Kijk, ken dat daar beter, ken dat stadje beter dan Kortrijk bijvoorbeeld. Ja, ja dat is gewoon zo. En dus daar voel ik mij thuis. Dat is een beetje thuiskomen zo, moet ik toegeven. Dus daar hou ik wel van. Maar verder ben ik gewoon liefst thuis, omdat ik daar mijn boeken heb en mijn vriendin is daar ook. En ons twee katten. En dus eigenlijk ben ik een zeer huiselijk iemand ook. Ik hoef niet zo per se te reizen. Mijn job, vroeger ging ik wel vaak naar congressen en zo. Maar eigenlijk, dat heeft een beetje zijn nut verloren door internet en streaming enzovoort. Is dat in mijn geval allemaal minder nodig. Ja. Want je hometown is eigenlijk Wetteren. Heb je daar een speciale band mee, of niet? Wel, ik ben daar geboren en getogen, hè. Dus in die zin ja. Nee, ik heb daar familie en vrienden. Maar ik ben daar ook niet zo verschrikkelijk chauvinistisch over. Het is ook maar een doorsnee gemeente. En het gaat ook elders kunnen zijn. Dat is ook een beetje toeval dat bepaalt. Hè. Mm. Dus ik ga dat niet opgeven, ik ga dat ook niet bekritiseren. Mm-hmm. Ik ben niet per se graag in Wetteren, maar graag thuis, zie je. Moest je mijn huis verplaatsen naar ergens anders, is mij dat ook goed, bij wijze van spreken. Hè? Maar wat ik wel ook wil zeggen is, een plek waar ik graag ben, is op café. Hè? Dus ik heb 1 à 2 stamcafés in Wetteren, omdat dat gewoon wandelafstand is. Mm. Moest ik elders wonen, waren dat andere cafés. Hè? En dus, dat is nu ook niet mijn lievelingsplek, dat zou ook raar zijn, maar ik ben daar wel graag, omdat ik daar mensen ken. Dat is het voordeel van cafés op de plek waar je opgegroeid bent. Je kent daar snel mensen. Er zijn altijd de vaste klanten natuurlijk, maar je kunt ook eens afspreken. Ik kan eens naar een vriend bellen en zeggen, kom, je kunt ook bij elkaar thuis op bezoek gaan, maar je kunt ook afspreken op café. En dat doe ik graag. Dus ja, wat vind ik daar dan dat ik thuis niet heb? Ja, eigenlijk niks, want ik heb in mijn frigo ook bier staan en zo. Maar goed, je voert daar dan gesprekken met meerdere mensen tegelijk. En toch gesprekken kunnen soms wel eens filosofisch zijn, denk ik. Ja, dus je voert daar dan toch gesprekken. En je kunt dat ergens thuis ook hebben, maar dan moet je het al afspreken en organiseren en zo. Terwijl als ik gewoon 5 minuten stap, heb ik dat onmiddellijk op café. Ik ken de cafébaas en zo, al heel mijn leven ook en zo, dus voilà. Is het dan niet lastig soms dat je thuis bezig bent met boeken en met schrijven en lezen constant over filosofie en het leven enzovoort? En dat is dan nog je uitvragen op café of daar, of is het toch een andere? Oh ja. Kijk, het is niet zo dat ik op café ondervraagd word over de kritiek der Reinen vernoemd van Immanuel Kant of zo. Dat overkomt mij heel zelden. Hè. En de mensen die mij kennen, ja, die ik ben ook maar gewoon een vriend en een cafégast. En moest ik nu op café gaan praten we over de voetbal. Hè? Ik zeg maar wat. Over corona, over de doodgewone dingen, hoor. Dus zo simpel is dat. Hè? We gaan nog eens een nieuwe vraag in de uitzending gooien. De mensen die ons volgen, Tweespraak volgen, die hebben de vraag nog nooit gehoord. Dus jullie hebben de primeur. En het was de laatste vraag die we jullie hebben bezorgd. Wanneer je morgen wakker zou worden met een eigenschap of een talent dat je nu nog niet bezit, wat zou dat dan mogen zijn, Pieke? Dat talent of die eigenschap? Goh, ik denk dat ik veel dingen niet bezit. ik zou graag geduldiger zijn, want dat is wel iets dat ik niet ben. ik zou graag... soms kan mij... Maar, ik weet dat angst wel een... ik ben niet echt een angstige persoon en ik durf eigenlijk veel doen en ben vaak overal alleen. En ik doe veel dingen eigenlijk. Ik zoek wel mijn grenzen op. Maar nog ben ik soms, overvalt er mij... ik kan wel soms last hebben van zo... op onverwachts een soort van angstaanval. En dat is wel iets waar ik zo wil af van geraken. Een angstaanval, dat klinkt serieus. En als ik bijvoorbeeld, ik denk dat veel mensen dat eigenlijk herkennen, maar als ik soms bijvoorbeeld voor een interview kan dat hebben, of dat je plots niet goed meer kunt nadenken en dat je geen controle meer hebt over je gedachten en je eigenlijk niet kunt concentreren. Niet meer. Als je eerlijk bent, heb je dat vandaag al gehad, dat momentje tijdens deze tweespraak?
In het begin dacht ik, toen we hier alle vier zaten, dacht ik, oh my god, wat doe ik nu weer? Je hebt er nog geen spijt van. Kan ik nog zeggen ja? Nee, ik heb er geen spijt van. Nee. Oké, super. Johan, we gaan naar jouw talent of eigenschap. Je wordt morgen wakker. Je mag er eentje uitpikken. Ja, er is niet zoiets wat ik bezit en dat wil verbeteren, of iets negatiefs waar ik vanaf zou willen zijn. Ja, ik probeer mij te nemen zoals ik ben. Hè. Maar als er zoiets is wat ik dus nu totaal niet heb en niet beheers, en dan toch zo plots miraculeus zou krijgen, dan denk ik dat ik wel zou willen kunnen zingen. Ja. Ik kan dus absoluut niet zingen. Ik heb ooit als kind muziekschool gevolgd en dat is een kleine anekdote om je te illustreren hoe slecht ik... slecht kunnen zingen is niet eens juist. Ik kan gewoon niet zingen. Niet eens slecht. Zelfs niet slecht. Dus dan moesten wij zo op het einde van het jaar met al die kinderen op een podium staan, misschien zeker 40 of 50 of zo meerdere jaren samen. En dan hadden we liedjes ingestudeerd en de ouders zaten in de zaal en we moesten ons kunnen demonstreren. En er waren er een stuk of 3, 4 of zo die moesten doen alsof. Dus mimen, hè? Playback. Een soort playback-achtige. Dus wij moesten met onze mond doen alsof. En ik was daar dus bij. En ja, we konden dat niet gewoon met onze mond toestaan, want dat zou opvallen. En de ouders en zo, wij moesten doen alsof. Omdat wij anders de rest van de groep zouden uit het ritme en de melodie halen. Hè? Snap je? Dus we zouden hen misleiden en dan zo alles mislukken en zo. Ik vond het niet eens vernederend of zo als kind. Ik was toen 9 of zo, of 10. Ik zei, oké. En wij deden dat. Hè. Ja. Wij sukkelaars, een stuk of 3, die totaal niet konden zingen. Maar bon, niettemin, ik hou dus ontzettend van muziek. Hè. Er staat altijd wel muziek op de achtergrond, meestal, als ik aan het werk ben. En soms ook bewust, natuurlijk. En ik kan zelf zeer geraakt worden door een mooie stem. Hè. Kan je een paar voorbeelden geven? Wel, ja, in de klassieke traditie, neem iemand als Cecilia Bartoli of zo. Dus ja, mensen die opera's kunnen zingen, die liederen kunnen zingen van Schubert, van Mozart, noem maar op. Maar natuurlijk ook in pop of folk of noem maar op, hè, in de rockgeschiedenis ook. Zelfs, kijk, jullie kennen allemaal wel zo die programma's, America Got Talent of dat soort dingen. En dat je daar zo plots iemand, volslagen onbekend natuurlijk, iets hoort zingen en binnen de 10 seconden krijgen mensen tranen in hun ogen. Hè. Dat vind ik wel buitengewoon knap, dat je dus met een stem zo iemand kunt raken. En let op, ik zou dat talent niet per se willen om andere mensen op die manier te raken, maar gewoon voor mijzelf. Ja. Al is het maar om in de auto te kunnen meezingen of zo. Dat lijkt mij zeer aangenaam als je dat kan. En dat heb ik dus absoluut, maar dan ook werkelijk absoluut niet. Dus als ik iets zou moeten kiezen, waarom niet dat? Okay. Ja. Ben je trouwens een goede zanger? Nee, ik herken het volledig. Ik moest in de muziekschool meezingen met de jongens. Ja. En, dus je kunt toch... Je hebt misschien een bariton of zo, je hebt dan toch dat? Nee, zelf dan niet. En ik weet nog dat ik vond het wel erg dus. En dat was echt een klein traumatje van toen dat ik klein was. Dan al mijn vriendinnen in de Giro constant wilden zingen, Laïs, en in meerdere stemmen en van alles. En ik weet nog dat ik op een bepaald moment echt ben beginnen wenen van ik kan het niet meer. Ik hoor er niet bij, want ik kan niet zingen. Ja. Dat was echt een... ik wou ook echt zo graag kunnen zingen. Maar in de auto hoort niemand u, hè? Dus, Nee, en dan doe ik het ook wel. Maar wel, niemand is niet waar, want ik hoor mijzelf, hè. En ik weet dat ik ernaast zit. Dus niet zo nadenken. Minder nadenken. Ja, dus straks op weg naar Gent en wetteren horen we mooi geschal in de wagens. Oké. Okay. Zeker. Ik sta voor dat we doorgaan naar de voorlaatste vraag al. En dat is ook een scherpere vraag. Stel dat je iets opnieuw zou mogen doen. Dus dat je iets in je leven opnieuw zou mogen doen. Wat zou die retake, zeg maar, dan zijn voor jou, Johan? Ik heb daar het volgende bij bedacht. Om het te verbeteren, als dat de insteek van de vraag is. Dus als je denkt van, ja, ik heb dat daar fout gedaan. Dus ik wil dat opnieuw doen om een fout te herstellen of zo. Dan zeg ik, nee, dat heb ik niet. Hè. Niet dat ik geen fouten heb gemaakt of zo. Maar, ik vind dat een verkeerde manier van redeneren. Je kunt dat toch niet verhelpen. Je kunt daar niet blijven mee hangen. Ik ben ook niet nostalgisch, maar...
nostalgie heeft nog iets positiefs, hè, maar ben ook niet iemand die zo spijt heeft over dingen uit het verleden. Het leven gaat vooruit. Maar om zaken opnieuw te beleven, ja, dat dan misschien wel. Hè, zo mooie momenten in het leven, waarom niet? Maar we hebben het daar eigenlijk ook al over gehad. Juist. Je beleeft dat toch niet meer op dezelfde manier. Kijk, ik heb toen ik, denk 15 was, de Rolling Stones gezien in Feyenoord in Rotterdam. Ik vond dat fantastisch. Wow. Hè, dus er was in Wetteren een bus ingelegd, een of ander café toentertijd. En ik was dus mee met een paar vrienden. Ja, en we waren allemaal grote fan van de Stones. Ik ben dat nu nog. Maar ik heb de Stones sinds 10 meerdere keren gezien natuurlijk. Dus moest ik nu opnieuw de Stones in Feyenoord zien, dat is niet meer dezelfde beleving natuurlijk. Dat slaat ergens nergens op. De eerste keer is op. Altijd de bijzonderste misschien. Hoe zeg je? De eerste keer is altijd de bijzonderste. Ja, ja, natuurlijk. Dus om dat te willen herbeleven, je moet ergens accepteren dat die eerste keer voorbij is natuurlijk. En dat je dus... dat je dat niet meer zal herbeleven. Je bent ook niet meer dezelfde persoon. Mm-hmm. Zie je verandert natuurlijk niet per se radicaal. Hè. Er zijn nog verbanden tussen mij en toen ik 20 was, toen ik een tiener was, er zijn verbanden. Maar ben uiteraard niet meer dezelfde persoon. Dat slaat ook nergens op. Hè. Mieke, stel dat jij iets uit je leven dat je al hebt beleefd nog eens opnieuw zou mogen doen. Ik ben ook van hetzelfde principe. Allee, ik heb dezelfde bedenking gemaakt van iets opnieuw doen. Ik bedoel, waarvan ik spijt heb, ook niet onmiddellijk eigenlijk. Nee. Ook niet omdat ik niets verkeerd gedaan heb of niets gedaan heb hoe ik anders zou doen. Maar een keer dat je... de eerste keer van iets bepaald beleven of zo... is wel speciaal en dat kan je nooit opnieuw doen. Dus... bijvoorbeeld, er zijn zoveel dingen. Dus ik zou eigenlijk de eerste keer nog een keer opnieuw willen beleven. Mm-hmm. Van dingen dat ik nu vaak doe. Als bijvoorbeeld uw lief kussen. Of de eerste week in het kask, bijvoorbeeld. De eerste keer echt fotograferen. Want eigenlijk, dat is wel iets dat ik mis soms nu. Dat ik, hoe meer dat je in de fotografiewereld zit of in de kunstwereld, of hebt altijd andere fotografen in je hoofd. Of eigenlijk toen ik aan fotografie begon, wist ik niets van fotografie en van andere. Ik wist eigenlijk niet zoveel van andere fotografen en je zo. Je hebt het een beetje aldoende geleerd. Ja, en soms mis ik dat wel. Om zo gewoon iets te doen zonder. De kennis achterom. Die je nu hebt. Ja, ja. Dus de eerste keer, opnieuw de eerste keer doen. Ja. Ik weet niet wat dan. Nee, ik ook vind dat een mooie aanname, maar, zeker. Maar je bent niet meer de persoon die je toen was, natuurlijk. Je zou die eerste keer ook anders beleven. Je zou weer jezelf moeten zijn van toen. Het is dat. Ja. Anderzijds, als je nu weet wat je toen niet wist, dan ga je het misschien intenser beleven, of niet? Zegt u nog eens? Nee, ik vond het wel een goeie trouwens. Ik vond het goeie. Nee, herstel maar de vraag. Nee, als je nu weet wat je nu weet, zou je het dan anders beleven? Intenser misschien? Nee, maar het hoort erbij dat ik het niet weet, hè, wat ik nu weet. Dat is deel van de eerste keer. Mm-hmm. Ja. Dus die onwetendheid, dat toch? Die, zoals dat Johan zegt, dat je het op zich anders zou beleven ook, mocht je het nu in de bieke op vandaag... Maar dat interesseert mij ook niet. Nee, terug naar de eerste keer, moment van toen, persoon van toen. Ja. Ja, oké, top. Dan denk ik dat we kunnen doorspoelen naar de laatste vraag, die ook te maken heeft met tijd. Maar niet met terugkeren, maar met vooruitspoelen. Johan zei dat net, vooruitspoelen naar 10, 20 jaar verder in mijn leven, dat zie ik mij niet te gauw doen. Maar we gaan het een beetje korter houden. Waar zie jij jezelf over 5 jaar? Heb je daar een beeld over, Johan? Ja, ik hoop dat dat niet veel anders gaat zijn dan nu. We komen op het onderwerp van in het begin, denk ik. Ik hoop dat ik meer tijd zal hebben om te schrijven vooral. Hè, want dat doe ik graag en dat wil ik nog meer doen. En word zo snel afgeleid door van alles. En dat betekent dan dat ik gewoon rustig thuis aan mijn bureau zit. Met nog altijd mijn vriendin en mijn twee katten, of ons twee katten. Dus ik hoop dat dat... maar 5 jaar is ook nog relatief lang. Hè. Er kan veel gebeuren, hè.
Maar dat is wel het streven, laat ons zeggen. Ja. Om niet te veel verandering te hebben. Ja. Daar komt het wel op neer. Van welk boek droom je nog? Welk boek wil je ooit om nog te schrijven? Goh, ik heb er... ik kan er wel een stuk of 10 of 20 uit mijn mouw schudden die ik zou willen schrijven, maar dat zal er natuurlijk nooit van komen. Dus ik heb wel een aantal plannen. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig aan een interviewboek, samen met Dirk Verhofstadt, een vriend en collega, en hij stelt mij vragen en ik antwoord daarop en ja, we schrijven dat dan samen uit. En dat gaat... Het zullen zelfs twee delen worden, want ja, we praten veel. Het gaat over wat mij de voorbije 25 jaar heeft bezig gehouden. En dat is onder andere evolutietheorie en Darwin. Dat is irrationalisme, hè, waarom mensen zo kwetsbaar zijn voor denkfouten enzovoort. Mm-hmm. Het gaat over mens-dierrelaties. Het gaat over religie, zo dat soort zaken. En ieder hoofdstuk is toch al snel, ja, 50 pagina's of zo. Dus we werken daar nogal hard aan. Mm-hmm. Dus dat zijn twee boeken die ik dit jaar en volgend jaar absoluut wil afwerken. Goh, en daarna zie ik wel weer. Hè. Ik heb wel allerlei plannen. Kijk, wat ik bijvoorbeeld ook graag zou doen, iets waar ik ook al lang mee bezig ben, dat is een boek schrijven over het geheugen. Dus de manier waarop wij met het verleden omgaan. Ja, fotografie speelt daar ook een rol in. Informatie capteren, vastleggen op gelijk welke manier speelt daar een rol in. Maar ook dus hoe herinneringen verdraaid, verkeerd worden. Hoe wij soms denken dat ze verdrongen zijn, terwijl dat niet het geval is. Dus hoe vervalsingen ontstaan. Hè? Het raakvlak met wat jij al zei over foto's is daar wel relevant. Dus daar valt zo geweldig veel over te zeggen. Ook vanuit het neurowetenschappelijke perspectief, ons brein... is geen harde schijf of zo, hè? Die de informatie opslaat. Het is eerder een Wikipedia-pagina. Hè? Er wordt die heel druk bezocht wordt. Ja. Wel, er komen dingen bij, gaan dingen weg. Worden dingen gedelete en zo. En je beseft dat zelf niet. Hè? Dus je denkt, ja, ik herinner het mij nog als gisteren, iets van 10, 20 jaar geleden, maar de realiteit is anders. Je brein heeft dat vaak sterk veranderd. Dus over al dat soort zaken, ja, daar zou ik ook graag een boek over willen schrijven, maar ja, dan zitten we al 3 jaar verder. Dus. En misschien krijg ik ondertussen een beter idee en dan gaat dat. Ja. Bieke, we spoelen door naar 2026. Welk of waar liever zien we Bieke staan? Goh, eerlijk gezegd ben ik daar echt niet mee bezig. Mm-hmm. Ik hoop vooral dat wat ik doe, dat ik het nog graag doe. Dat vind ik het belangrijkste. En als ik fotografie echt niet meer wil doen, dat ik durf beslissen om iets anders te doen. Wat dat kan. Oké. Maar je hebt vast dromen, je hebt vast ambities. Kan je die delen met ons? Mijn hoofd zit ook... Ik ben ook vooral bezig met boeken maken. Het boek... over Michael, allee, de man dat ik daar straks over vertelde. Dat wordt waarschijnlijk een boek, misschien ook iets anders. Maar, of dat worden eigenlijk verschillende boeken, denk ik. Ik denk niet dat ik Michael kan in één boek steken of zo. Dan heb ik een boek die ook over herinneringen gaat en over geheugen. Maar dan eerder, dat zal waarschijnlijk Carte Mémoire heten. En ik hoop dat misschien ook dit jaar, dat ik daar... Maar ja, dat is ook... Ik denk eigenlijk redelijk korte termijn. Dat ik misschien ook... Dat zal dit jaar misschien gebeuren. Het boek van Michael kan wel zijn dat nog over 5 jaar er nog niet ligt, hoor. Mm-hmm. Mijn projecten zijn vaak heel lang. Maar boeken. Misschien het zou wel leuk zijn om nog te kunnen tentoonstellen ook. Maar dat zijn werkgerelateerde dingen. Maar eigenlijk ben ik ook redelijk... Ja, ik hoop dat ik blijf mediteren. Dat doe ik sinds 2 jaar. En het helpt mij wel om helder na te denken of zo. En ik hoop wel, ik merk dat soms dat het makkelijk is om het niet meer te doen, zonder dat je dat soms niet doorhebt, dat je het niet gedaan hebt of zo. Mm-hmm. En ik hoop wel dat ik daaraan blijf vasthouden. Ja. Dus dat ik over 5 jaar nog altijd 2 keer per dag 20 minuutjes neem voor mezelf. Wel, als we jou nog eens tegenkomen over 5 jaar, dan gaan we het jou vragen. Zo. Ik ga me vooral vasthouden aan het feit dat ik er een heel fijne podcast heb opzetten. We hebben 1 uur en 1 kwart met elkaar gesproken. Vond je er zelf van, Bieke, van het gesprek? Ik ben niet meer angstig. Dus, niet meer angstig? Nee, het was leuk. Het was leuk om met jullie te praten. Dank u wel. Super. Johan?
Ja, dank u wel voor de uitnodiging. En wat moet ik zeggen over... Ga je nu zingen naar huis straks? Ja, wel, voilà. Ja. Beschouw dat maar als een goed teken, dat ik onderweg zal zingen. Ja. Voilà, super. Dank je wel voor jullie openheid. Dank je wel voor jullie kwetsbaarheid ook, want jullie hebben dingen verteld die jullie niet altijd in elk interview vertellen, denk ik. Dank je wel, Pieter-Jan, om alweer op weg te gaan voor deze 32e tweespraak. Yes, zeker en vast. Dank wel iedereen en tot de volgende. Tot tweespraak. Dank je wel.